What's up, everybody? Welcome back to another Highly Combustible Reaction. We're going to be jumping into something kind of interesting. Everybody in the Discord has been talking about it all day. Fluppy, you von heck with English subtitles. They say you can't have Christmas unless you have Fluppy. I don't know what the hell that means, but we're going to find out. So let's jump into it. Let's check it out together. Let's roll. Everybody already laughing. Het was kerstochtend 1961. Ik weet het nog zo goed. Mijn konijnenhok was leeg. En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. Als ik lief ging... Why do we care if the rabbit... Why do we care if the rabbit pen is empty? Hok was leeg. En moeder zei dat ik niet in de schuur mocht komen. Als ik lief ging spelen, dat ik dan wat lekkers kreeg. Zij wist ook niet waar Flappy uit kon hangen. Ze zou okay, that's the rabbit. Vragen, maar omdat hij bezig was in dat fietsenscheurtje, moest ik maar een uurtje goed de Flappy zoeken. Hij liep vast wel ergens op het gras. Maar ik had... What has happened to poor Flappy? Where is the rabbit? Het hok toch goed dicht gedaan, zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan, alsof ik wist wat ik nu weet. Het was kerstochtend 1961, wij naar Flappy zoeken vader. Die zocht gewoon mee bij de bomen en het water. Maar niet in dat fietsenscheurtje, want dan kon die toch niet zitten. En ik schudde nee, we zochten... Can possibly be in the shed. We're not allowed to go in the shed. What's going on in the shed? Want dan kon die toch niet zitten. En ik schudde nee. We zochten samen, samen tot de koffie. De familie aan de koffie. Maar ik hoefde niet. Ik dacht aan Flappy dat het s'nachts zo koud kon vriezen. Mijn hoofdje stilgebogen, dikke tranen van verdriet. Want ik had het hok toch dicht gedaan. Zoals ik dat elke avond deed. Ik was de vorige avond zelfs nog teruggegaan. Ik weet ook niet waarom ik dat deed. Ik had heel lang voor het hok gestaan, alsof ik wist wat ik nu weet. Het was eerste kerstdag 1961. Er werd luidruchtig gegeten. Maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht aan Flappy, mijn eigen kleine Flappy. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht zou komen, sprak mijn vader uiterst grappig. Kijk Joep, daar is Flappy dan. Ik zie de zilveren schaal nog en daar lag hij in drie stukken. Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man. En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan. Heb eerst een... Look, I found Flappy. Nu liggen huilen. Oh no. Oh no. I found your Flappy. Gillend en stampend naar bed gegaan. Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Oh my god. Ik heb scheldend boven aan de trap gestaan. En geschreeuwd. Flappy was van mij. Ik heb heel lang voor het raam gestaan, maar het hok stond er maar verlaten bij. Het was tweede kerstdag 1961. Moeder weet dat nog zo goed. Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. Wow, I didn't see that part of it coming. At all, at all. Father's bed was empty. I don't know what happened to Dad, but maybe he shouldn't have messed around with Fluffy. Just saying. When I was young, we had rabbits. One was named Mama, one was named Papa, and one was named Dinner. So like, it depends on how you name your rabbit, whether or not you understand when they disappear. Fluffy is not a name you give to a dinner. It's not a name you give to a meal. That's a name you give to a pet.
loving and adored pet, obviously by some, but not by Dad. Dad was just like, look, I found Fluffy. Here he is. Congratulations. Seriously, I hope everybody does have a wonderful holiday, wonderful Christmas, wonderful Hanukkah, whatever it is you're out there celebrating. I hope it is amazing. Hit that like button if you liked it, the dislike button if you disliked it. Make sure you go over and show Quintuple One some love on their channel. We're subbed up. I hope you will too. Check out one of the other videos up there. Subscribe right here if you want to see more content, possibly your content. Until the next one, I'm highly combustible. You guys be happy, healthy, stable, love you to the moon and back. Peace.